Zeker de laatste 2 jaar is vakantie in eigen land enorm in trek. En logisch, want je waant je hier in het buitenland, maar je woont hier prachtig, recreëert hier prachtig moet ik zeggen, op de Veluwe. Directe ontsluiting aan het Veluwemeer, een eigen steiger. We hebben hier een fantastische onderhoudsarme recreatiewoning. Op eigen grond, 257 vierkante meter. Een eigen aanlegsteiger. Bootje leg je hier aan en je bent direct op het Veluwemeer. Een heerlijk perceel, 257 vierkante meter grond, op het zuidwesten. Fantastisch op de zon gelegen. We zijn op Europarks Park Veluwemeer. In Nunspeet, buitengebied van Nunspeet. Prachtige weilanden liggen eromheen. Een mooi verzorgd park met diverse huisjes. Hoogwaardig afwerkingsniveau. De huisjes dateren hier van 2016. Onderhoudsarm, heeft weinig onderhoud aan. Parklasten zijn ongeveer 3000 euro per jaar. U heeft hier bij huis een parkeerplaats. Er kunnen eventueel 2 auto's op. Een berging naast het huisje. En ik zei al een 4-persoonshuisje. 2 slaapkamers, 2 badkamers, luxe keuken en een fantastische woonkamer met uitzicht over het water. En het aantrekkelijke van dit huisje is dat het natuurlijk het hele jaar door verhuurbaar is. Uitstekend rendement is haalbaar, daar vertel ik u graag meer over. Want het is ook een aantrekkelijk park. Er is een buitenzwembad, sportfaciliteiten zijn er. Natuurlijk een eigen haven, zodat u uw bootje kunt aanmeren hier. Eigen steiger is er natuurlijk. Animatie voor kinderen, kortom, het park is het hele jaar door. Een heerlijke plek om te verblijven, om te recreëren. En het is ook nog eens een goede belegging om te investeren hierin, zodat u het goed kunt verhuren met een aantrekkelijk rendement op jaarbasis. Onderhoud heeft u amper. Het is gemak dient de mens en een heerlijk plekje. Het huisje is ongeveer 50 vierkante meter. Hierachter 2 slaapkamers met daartussen een toilet. Elke slaapkamer een eigen badkamer, dat laat ik u straks zien. En dan hiertussen een keuken, nette opstelling met een vaatwasser, 4-pits gaskookplaat met afzegkap. Daar natuurlijk een koelkast met een combi-magnetron. Kortom, complete keuken. Lekker licht en neutraal afgewerkt alles. Grote raampartijen met kunststof kozijnen, dus eigenlijk nagenoeg geen onderhoud. En die grote raampartijen zorgen natuurlijk voor licht, maar ook dat prachtige uitzicht. Dat je hiervoor de eendjes ziet, je bootje kan aanmeren en het mooie uitzicht hebt over het water. Het is een gezellige zit-eethoek met aan de zijkant openstaande deuren naar het terras. En ik zei al dat terras, de tuin, die ligt hier op het zuidwesten. Dus mooi de zon die zometeen ook de woonkamer binnenkomt. Kortom, een gezellig huis. Aan de voorkant op het water georiënteerd en aan de achterkant de 2 slaapkamers. Met hier een 2-persoonsslaapkamer met een wastafel, een douche en een deur naar het toilet. En het aantrekkelijke is natuurlijk dat elke slaapkamer hier een eigen badkamer heeft. En dit is dan de oude slaapkamer, een extra grote slaapkamer, een grote kastenwand. En ook dus weer een eigen badkamer met een wastafel en een inloopdouche. Ja, je ziet het, zelfs in de winter zoals nu, is het een heerlijk huisje. Comfortabel, goed geïsoleerd, goed te verwarmen, dus het hele jaar door te gebruiken. En toch onderhoudsarm, als u bent, heeft u heel weinig werk. En het tuinonderhoud kunt u ook nog uitbesteden hier. Wat wilt u nog meer? Genieten van dit plekje? Kijk dan op de website randmeerweg8-508.nl en ik zie u graag terug voor een bezichtiging. Van harte welkom!